zeg nou wat. Volgens mij is de hele gemeente Zundert uitgelopen als ik dat zo zie. Welkom. Ja, ik ben onderweg naar het dorp Kuljenschikov. Ja, ik zie u kijken, Kuljenschikov. Nooit van gehoord. Niks om u voor te schamen. Toen ik het voor het eerst hoorde, had ik ook nog nooit van Kuljenschikov gehoord. Ik ben het toen natuurlijk uit gaan zoeken, zoals je dat van een jonge onderwijzer mag verwachten. Zo kwam ik erachter dat het ergens een klein gehucht in de Oekraïne moest zijn. Nou heb ik uren en uren gereisd vanuit Moskou. En als ik zo om mij heen kijk, dan denk ik dat ik er bijna ben. Gaat u met me mee? Goedemorgen, mevrouw. Goedemorgen. Dag, mag ik vragen wat uw naam is? Oh, hoe snel wil je dat weten? Ja, als ik daarvan moet denken. Broodje met ham. Tra-la, la, 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 la. Broodje met ham. Goedemorgen, beste slager. Goedemorgen. Weer te zinnen goed in, zo te zien. Ja, het is een prachtig weer. Ja, weet u, ik zou u willen vragen, hoe is het wonen hier in Kuljenschikov? Ik ben van plan ook even te blijven vandaag. Het is hier prachtig. Ik hoop dat er heel veel mensen komen kijken. Ja, dat hoop ik net. Ik zie u nog wel. Ik heb me laten vertellen dat er een vloek rust hier op het dorp Kuljenschikov. Ja, het fijne weet ik er ook nog niet van, maar het schijnt zo te zijn dat iedereen hier dom en dwaas is. Maar ja, als ik die mensen van daarnet gezien heb, dan zou het me niks verbazen als er in ieder geval iets van waar zou zijn. Ik ben ingehuurd door dokter Zubritsky om een poging te gaan doen die vloek te verbreken. Weet u wat, ik zal u eens voorstellen aan de familie Zubritsky. Hey, dokter Zubritsky, kunt u mij nou eens vertellen om wat voor vloek dat hier precies gaat? Ja, ik heb reuze moeite met het openmaken van een wekfles. Mevrouw Zubritsky, zou u mij kunnen vertellen wat de naam van uw jonge dochter is? Ik ga direct de tuin in om wat groenten te zaaien. Ja, we eten vanavond sla. Sophia, ik hoorde dat jij zangles hebt. Ja, van de kanarie. Negen heet de klok en alles gaat goed. De klok heet negen en alles gaat goed. Jensjna, is het waar dat er geen liefde in Kuljenschikov bestaat? Ik zou het niet weten. Mijn man is 14 jaar geleden heen gegaan. Kap Gregor, klopt het dat u verantwoordelijk bent voor al die ellende hier? Zal ik u eens wat vertellen? Toen ik 9 maanden oud was, probeerde ik van huis weg te kruipen. Dat belooft nog wat te worden als ik dat hier zo allemaal eens gezien heb. Die vloek verbreken. Tja, bent u nieuwsgierig geworden of het mij gaat lukken deze vloek te verbreken? Kom dan kijken op 19, 20 of 21 maart aanstaande. Want dan speelt het Rijsbergstoneel voor u het stuk Dwazen. Geschreven door Neil Simon en bewerkt en geregisseerd door Eddie Haars. Voor meer informatie kijkt u even op onze website www.rijsbergstoneel.nl of u neemt even telefonisch contact op met Mark Mulders op telefoonnummer 06-45-30-2762. Ik hoop u allemaal te zien in het derde weekend van maart.